Ik werk wel eens met designers die leuke ideeën uitwerken voor ons. Ja. En ik moet toch echt zeggen, de boot van het maken van designs voor meerdere platforms die ook daadwerkelijk interactief zijn, die is nog niet overal aangekomen. En ik vraag me toch echt af hoe dat komt. Hoe mensen nog steeds plaatjes maken. Mm-hmm. Hoe mensen nog steeds zeggen van, nou, er komt hier een vlakje en daar staat dan de video in of weet ik veel wat. En het daarbij laten. En niet zo van, oké, er komt op een gegeven moment ook een vette vinger die dat wil aanraken en daar een reactie verwacht of wat ook. En ik begrijp niet hoe dat nog niet is beklijfd bij de designers. Die, nou ja. Heb je het dan over visual designers of over interaction designers? Beide eigenlijk. Okay. Want ik merk dat interaction designers wonder wel ook meer over een structuur van een website nadenken dan over hoe een website voelt als je het aanraakt. Als je met je muis eroverheen gaat. Ja. Te veel dingen zijn nog onbenut. Omdat ze daar niet over nadenken. Ik denk dat er twee redenen zijn waarom dit zo is. De ene is dat we gewoon geen goede tooling hebben. Die dat triggert, zeg maar. Dat je erover na gaat geen denken. Geen tooling. Er zijn geen webdesign tools. Er zijn plaatjes maken tools. Er zijn tools om wireframes te maken. Maar er zijn geen tools om websites te ontwerpen. En alle tools die benaderen het web niet zoals het web is. En daardoor lukt het maar niet om goede websites te maken. Dus het probleem zit er eigenlijk in, doordat de tooling er niet is, begrijpen mensen niet hoe het web in elkaar zit. Bijvoorbeeld niet, of de tools die helpen mensen ook niet om dat web te begrijpen. Nee. Vroeger had je dat wel trouwens. Hè? Je had, niet specifiek voor web, maar wel voor interactieve dingen. Had je dat ding van Macromedia, waar je Lingo in programmeerde. Director of iets dergelijks. Ja. Maar ik zag laatst ook iets wat Edge heette. Ja. Waar je animaties ook kan uit. Ja, maar dat is allemaal weer puur gebaseerd op animaties. En het is niet gebaseerd op hoe het web in elkaar zit. Nee, dat is zeker, ja. Het web is content. En die content krijgt iedereen te zien. Maar een heel belangrijke eigenschap van het web is dat je geen controle hebt over hoe de gebruiker jouw content gaat zien. Die controle heb je niet. En wat we proberen is die controle wel te krijgen. Tenminste, dat is wat de tools doen. Dus die bieden de valse hoop dat je controle hebt over hoe mensen jouw website krijgen te zien. Ja. Flash deed dat bijvoorbeeld. Flash, een van de selling points van Flash was, het ziet er overal hetzelfde uit. Precies, ja. En dat klopte als mensen maar Flash hadden geïnstalleerd. En een snel genoeg machine vaak ook. Maar als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de content van de Wasstraat, wij hebben geen idee hoe mensen onze site zien. Nee. Aan de ene kant heb je RSS-readers, mensen die onze site via RSS bezoeken, onze content. Die krijgen onze hele vormgeving niet te zien. Nee. Die zien een heleboel items, zien ze bijvoorbeeld ook helemaal niet, die wel op de webpagina staan. Ja, zoals iTunes of weet ik wat, er zijn een heleboel andere tools daarvoor. En ding? Flipboard? Flipboard of gewoon een ouderwetse RSS-reader. En dat moet eigenlijk ook, hè? En dat is, dus de content is benaderbaar, maar de vormgeving, dat is een extraatje. Ja. Dat is dus een enhancement van de content voor degene die op de website komen. Maar dan is het, zelfs dan komen ze op de website, zelfs dan heb je nog gradaties in vormgeving. Geen enkele tool doet daar iets mee. Nee. Het maakt het makkelijker voor de designer om die gradaties vorm te geven. Het is allemaal gebaseerd op vooral Photoshop. Photoshop, neem een kadertje van zoveel bij zoveel en ga maar kleuren. Ja. Dat is wat Photoshop is, gewoon kleurplaatjes. Maar het is ook Photoshop en de fantasie van de designer van, oh wacht even, misschien wil ik het op de iPad er ook tof uit laten zien. Ja. En dat ze dan een specifieke iPad-versie maken of een tweak, zodat iPad ook tof is dat niet zo erg, maar de tools dwingen je om meteen te gaan kleuren, om meteen fancy te gaan doen, in plaats van de content vorm te geven. Ja. Dus het zijn geen content tools, het zijn kleurtools. Nee.
Ja, en dat is waar ik ook op terugkom bij, als we dan over content hebben. Ik zie dan nog steeds een heleboel designers die zeggen van, oh, oké, dan knallen we er even Lorem Ipsum in. Of nu, sinds ik het verboden heb dat mensen Lorem Ipsum gebruiken, dan knallen ze nu.nl erin. Ja. Dan denk ik van, god, en zo, jongens, begrijp nou. Wat mij betreft zet je de Lorem Ipsum in. Alleen het is belangrijk dat je weet wat dat stukje tekst doet. Ja. Wat straalt het uit? Is het een actie of is het een substukje? Wat ik dus denk is dat de tools die we hebben, die zijn niet geschikt. De tools zouden dat moeten ondersteunen. Als ik kijk maar denk je dat het echt alles oplost dan? Nou, of in ieder geval die gedachtegang, dat echt... Als een tool die gedachtegang ondersteunt en dat ook als een werkwijze doet. Dus als hij je dwingt om te beginnen bijvoorbeeld met het vormgeven van de typografie. In plaats van direct een formaat te kiezen en dat te gaan inkleuren. Nee, ga eerst nou maar de typografie doen. En daar kan je dan bijvoorbeeld, want van de typografie kan je eenheden, witte ruimtes, layout, kan je allemaal daarop baseren. Ja. Dus je moet het omdraaien. Maar je kan het ook en met een methodiek. Tools kunnen daar dus in helpen. Tools kunnen daar dat proces logisch maken. En op dit moment is dat proces niet logisch. Nee. Nee, inderdaad. En je hebt het ook over het proces. En dat proberen wij als content consultant, wat dan op mijn kaartje staat, te doen om het proces ook al zodanig in te richten wat we dan met een klant doorlopen. Want ook het grappige is dat die designs die er gemaakt worden, wat ik doe als front-end developer, ik breng die lage design aan die er zijn. Dus ik zorg ervoor dat die op een klein schermpje doet, dat die op een groter scherm het doet. En ik begin ineens te bepalen wat het design doet bij verschillende schermgroottes, bij verschillende soorten apparaten, verschillende soorten browsers. Terwijl dat zou ik toch niet moeten doen. Nee, dat is vaak zelfs frustrerend voor een designer. Ja, maar die ziet dan het uiteindelijke resultaat en die zegt van, dat is lelijk. Maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ja, want een nerd heeft eraan gezeten, weet je. Ja. Dat is ook. En nu worden we gedwongen om samen te werken, wat moeizaam gaat. Ik merk dat dat echt een probleem is. Nerds en designers, op de een of andere manier hebben die moeite om elkaar te vinden, om met samen te werken. Water en olie. Ja, soms lukt het wel. Hè. Soms heb je echt wel goede samenwerking. En dan zie je, dan krijg je fantastische resultaten. Ja. Maar je moet het echt... Nu komt het daarvan aan. En ik denk dat een heleboel werk wat nu door een frontender wordt gedaan, dat ook door een tool gedaan kan worden. Dat wordt mij natuurlijk niet in dank afgenomen door frontenders. Maar ik heb het idee dat veel van ons werk, dat het niet nodig is dat wij dat nog steeds met de hand typen. Volgens mij kan dat best wel. Er kan best wel weer een visie komen. Vanuit een design tool komen. Als die design tool maar goed is. Ja. Je bedoelt als die maar een goede code oplevert. En goed in elkaar zit. Als hij maar zich met content bezighoudt in plaats van met plaatjes. Ja. Nou, Adobe. Ja, hier van Adobe is je hier is je blauwdruk. Adobe oplichters. Vreselijk rot bedrijf. Ongelooflijk. Ja, het gedraagt zich nogal arrogant. Nou, maar het is gewoon een monopolist. Ja. En die doen dan elke keer dus een klein featuretje in Photoshop. En dan zeggen ze, kijk eens, wat fantastisch. Iedereen gaat weer upgraden. Ik snap er niks van. Nee, inderdaad, ja. Nee, voor een consument is het gewoon afschuwelijk.